Ik was echt zo verschrikkelijk godsgruwelijk chagrijnig. Ik wou ook niet vreten daarna, ik was gewoon echt zo zat. Hey, Cookie. Je zei gisteren dat je niet wilde komen. Dat is niet normaal, man. Dit. Nee. Moet jij slikken op je werk zo, weet je. Maar je komt wel om 12 uur? Tuurlijk ben ik er. Kut. De chips hier. Kwartier van tevoren horen die lullen dat Feyenoord verloren hebben. En dat weet je al anderhalf uur dat eraan zit te komen, want je hebt die 1-0 in de bus meegemaakt. Ja. Dan weet je dat ze verloren hebben. Dan kijk je elkaar toch aan en dan denk je wat er ook gebeurt. Maar wij staan met rust op 3-0. Goedemorgen. Hoi. Heb je ze toegesproken, Sjaak, of niet? Wat zie je? Heb je ze toegesproken? Ik heb er geen kracht meer voor. Erg, hè? Ze weten het wel. Zullen we het samen doen, Sjaak? Nee. Veldman heb je gisteren niet gezien. Nee. Allemaal die gasten niet. Alleen de enige, en dat is de karakter van die gozer, die altijd gaat, is je aanvoerder, is Davy. En verder rest, die gozer achterin, die staat daar ook eens een keer. Ron Sanchez, vond ik gisteren ook niet goed. Nee. En dan nog iets. We hebben het wel vaker over Bos gehad. Jij gaf hem het voordeel van de twijfel. Nu heb je een miljoen aankoop gedaan voor 12, 13 miljoen. Weet ik veel hoe die gozer kost. En het schijnt een verschrikkelijke mooie pingelaar te zijn. Ja. Als je nou ooit een wedstrijd hebt gehad waar je die gozer moet inbrengen, dan was het toch gisteren geweest? Ja, absoluut. Het was echt zo verschrikkelijk, godsgruwelijk chagrijnig. Ik wou ook niet vreten daarna, ik was gewoon echt zo zat. Kijk, en als je dan met je vragen komt, wat was er de klasse? Gisteren maar één ding wat klasse was. Waar die uitsupporters, die er elke keer zijn, van. Die je elke keer van de eerste minuut tot de laatste van. Minuut achter je club ziet staan, zeker. Overal, dwars door heel Europa heen en ook gisteren weer, dat is het enige wat goed was. Ik moet het toch nog even vragen, wat kan er beter? Luister nou, dit is puur een mentaliteitsverhaal. Heel simpel. Als jij met de verkeerde mentaliteit het veld ingaat, of de verkeerde instelling het veld ingaat, dan gebeurt er dit. Dus wat kan er beter? Van Kiet of aan erop vliegen. Maar ja, dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat was tegen ADO zo, dat was tegen Sparta zo. Wat? Want vorig jaar geef je een kampioenschap weg. Dat geef je gewoon weg in je laatste wedstrijd. En nu doe je precies hetzelfde. Ja. Nu doe je precies hetzelfde. Je laat het gewoon... Ja, is het weg? Nee, maar goed, weet je, dit zijn bonuspunten, zo moet je het zien. Je hebt bonuspunten kunnen pakken. Niemand had verwacht dat die kakkelaren van Sparta zouden verliezen. Dat had ik niet verwacht. Maar als je straks een Feyenoord wint, ben je er nog niet. En dat had je wel in eigen hand kunnen hebben. Precies. En dat heb je nu niet in eigen hand. Wordt mooi weer. Ja. Dat moeten we houden. Vind het goed.